De teleurgang van het magische. We staan hier voor een gebouw van Hoendertwasser in Maagdenburg. Heel magisch. Ik geloof dat de kunst nog het laatste magisch is wat we kennen. En met magisch bedoel ik de brede werkelijkheid. De werkelijkheid die veel verder is dan het harde, het wat je kunt aanraken. Het magische is alles wat we ook niet kunnen zien. De totaliteit van de dingen. En de kunstenaar probeert, en dat is hier heel duidelijk, dat magische uit te beelden. Eigenlijk een brug te slaan in onze geest naar die andere werkelijkheid. Je zou kunnen zeggen dat de kunstenaar probeert ons een andere emotie mee te geven, een andere indruk. Maar eigenlijk is het een tovenaar. Is een kunstenaar een tovenaar die een andere wereld maakt. Een brug maakt naar de verbeelding. En dat is wat ik denk dat we missen. Sinds een paar honderd jaar in het Westen zijn we zogenaamd verlicht, de verlichting. Maar eigenlijk was het geen verlichting, maar rationaliteit. We hebben het andere, het onzienbare, het metafysische verloren. We hebben de wereld teruggebracht tot het aanraakbare, het tastbare. En dat is jammer. Maar gelukkig zijn er kunstenaars zoals Hoendertwasser die ons die magische wereld, dat andere, weer laat zien. Wat is informatie? In het Engels zeg ik wel eens: a bit is only information if it bites. En dat wil zeggen dat gegevens, data, bits, pas informatie worden als ze aan de kant van de ontvanger iets veranderen. Als er iets gebeurt. In die zin is het World Wide Web, het internet, een enorme verzameling van gegevens. Maar om daar informatie uit te halen, zult u iets moeten doen. Uit al die gegevens die u binnenkrijgt, die enorme datastromen, zitten er maar een paar bitjes die u bijten. Is er niet zoveel wat u raakt in die enorme berg? Maar soms een liedje, een beeld, een foto, een stukje tekst raakt je. Of heb je toevallig precies nodig om iets anders te doen. Dan worden gegevens, dan wordt data informatie. Dat onderscheid tussen data en informatie is ontzettend belangrijk. Vooral ook omdat ik denk dat informatie niet alleen in de computer, maar ook in ons hele bestaan, in onze hele zijn, in de hele realiteit, een heel belangrijke rol speelt. In de moderne fysica kijken we daar ook wel een beetje naar. Dan praten we over bewustzijn als deel van het zijn, over resonantie. Dat eigenlijk alles leegte is, behalve als er resonantie is, als de zaak met elkaar meetrilt en er dus een informatieuitwisseling is. Want resonantie en informatie hebben met elkaar te maken. Iets gaat pas meetrillen, resoneren, als er aan beide kanten iets gebeurt. Als er een uitwisseling is, als er informatieoverdracht is. En dat geldt dus niet alleen in de computer, dat geldt naar mijn gevoel voor alles. Voor alles in de schepping, voor alles in de realiteit die we ervaren, is informatie nodig, is resonantie nodig. En in die visie zeg ik, informatie is de basis van ons bestaan. En als u dat liefde wilt noemen, of zoals in het Oosten Chi, dat mag voor mij ook. Je zou zelfs kunnen zeggen dat alles, dat die informatie die alles bijeenhoudt, ook God genoemd kan worden. En dan zou je zelfs kunnen spreken over infotheïsme, een godsdienst van de informatica. Maar nogmaals, of u het nou liefde noemt, bewustzijn, chi of informatie, maakt voor mij niet veel uit. Ik denk dat er iets is wat alles verbindt. Magie en fysica. De harde werkelijkheid, de harde realiteit en de totaliteit van het zichtbare en het onzichtbare. Ik denk dat alles magisch is. En dat de fysica, het tastbare,
daar maar een onderdeel van uitmaakt. En dat de wetenschap van het tastbare, dat is de fysica, eigenlijk maar een deel van de wetenschap van de magie is. De wetenschap van de magie is heel oud. En ik denk dat dat begint met wat in de Veda's, de oude Hindoe-boeken, staat. Ja, Evan Veda. Hij die de correspondenties kent, heeft de macht. Maar dat is geschreven in het Pali en het Sanskriet. En dat kan je ook lezen als hij die de macht heeft, kent de correspondenties. Nou, zijn correspondenties zijn de verbindingen. De links tussen allerlei dingen. Tussen getallen en stenen. Tussen getallen en planeten. Tussen getallen en de chakra's. Het zijn de magische verbindingen. Nou, in de fysica kennen we dat ook. Verbindingen zijn eigenlijk resonanties. Het bestaat alleen maar als er resonantie is. Anders is het er niet. Want eigenlijk, en dat weet de fysica tegenwoordig, is alles eigenlijk niks. Pas als er resonantie is, als het zich manifesteert, is er iets. En daar heb je dan ook nog een observator voor nodig. Of bewustzijn die dat ziet. In ieder geval, magie en fysica. Ze lijken ver uit elkaar te liggen, maar voor mij zijn ze heel dichtbij. Dat wil zeggen, de fysica is een klein deel van het grote geheel wat ik het magische noem. Goud. Steeds meer zie je dat beelden en kerktorens die boven de stad uitsteken weer in goud worden uitgevoerd. Dat is mooi. Dat is ook technisch gezien handig, want goud corrodeert niet. Het kan niet oxideren. En het blijft dus goed. Als je goud gekleurde verf zou gebruiken, die gaat na een tijdje slecht worden, maar goud blijft goed. Goud boven de stad is belangrijk. En waarom? Omdat goud een hele bijzondere kwaliteit heeft. Goud helpt om gedachtengolven te richten, af te schermen. En dat kennen we natuurlijk van bijvoorbeeld van kronen. Als je een kroon op je hoofd hebt als koning, dan ben je een beetje afgeschermd tegen de gedachtengolven van anderen. Maar beelden boven de stad, zoals hier in Berlijn, in goud, hebben ook zo'n functie. Die zorgen dat eigenlijk de stad op een magische manier beschermd wordt. Dat de magische gedachten op een goede manier binnen de stad blijven. En wat dat betreft is een stad met veel gouden beelden, met veel gouden kruizen, beelden, andere dingen bovenop kerken en grote gebouwen, heel erg goed voor de energie. En gelukkig doen we dat weer meer. Heel veel mensen begrijpen niet waarom we dat doen, maar goud heeft dus een functie op het gebied van de gedachtegolven. Masker en kind. Je personality, je ego aan de buitenkant en je hogere zelf, je innerlijke kindje aan de binnenkant. Masker en kind. Twee kanten van jezelf. Twee stukjes. Alleen het innerlijk kind, een stukje van binnen, daar hebben we meestal weinig contact mee. Natuurlijk, toen we klein waren, was dat innerlijke kind er. Maar al heel snel zijn we een verdediging gaan opbouwen tegen de wereld, tegen de ellende, de trauma's. We hebben de ervaring omgezet in een masker, in een schild, in een verdedigingssysteem.
En aan een tijdje gingen we geloven dat we dat waren. We gingen geloven dat we ons ego waren. Maar als je dan wat ouder wordt, dan merk je dat dat innerlijke kind er nog steeds is. En ook van zich laat horen. Doordat je rare gedachten hebt, depressies en ook ziektes. Ik heb al heel lang geïnteresseerd voor die verhouding tussen kind en masker. En ik denk dat veel van onze fysieke, maar ook psychische problemen te maken hebben met de verschillen daartussen. Dat kind, dat kun je als heel positief zien, als de ziel, de innerlijke vonk, het hogere zelf. En we hebben de neiging om dat masker dan een beetje negatief te zien. Maar ze zijn beide nodig, ze hebben beide een functie. En we hebben dat masker ook zelf gemaakt. En in esoterische tradities die ervan uitgaan dat je je leven kiest en dat alles doel en richting heeft, zijn we dus ook verantwoordelijk voor dat masker en voor dat ego. En dat hebben we ook nodig om in de wereld te kunnen overleven. Maar de verschillen tussen kind en masker op een aantal punten zijn soms heel erg lastig. En die gaan zich later vertonen als problemen, als syndromen, als ziektes, als depressies. Dan helpt het niet meer om je te verschuilen achter dat ego, dan zul je met de billen bloot moeten, dan zul je het kind weer aandacht moeten geven. En als je dat niet doet, dan blijft dat kind zich manifesteren. Het kind laat weten, ik ben er ook nog. Ik wil nog meedoen. Mijn bedoeling met jouw leven is er ook nog steeds. En ja, door je omgeving, door je papi, je mami, je school, ben je een andere richting opgegaan. Maar ik wil ook nog. Door te analyseren wat de verschillen zijn tussen wat het kind wilde en wat het masker nu wil, ben ik tot de conclusie gekomen dat je daar de oorzaak van veel fysieke en psychische problemen kunt vinden. Dat systeem noem ik lucidity. En dan probeer ik, en dat doe ik met een pendel via dowsing, een soort intuïtieve aanvoelen, probeer ik uit te vinden waar de grote verschillen zitten. Waar bijvoorbeeld de verschillen zitten in intelligentie, de verschillen in seksuele oriëntatie, de verschillen in het doel van het leven. Want vaak zien we dat het doel van het leven in het ego wat materiëler is dan het doel wat het kind eigenlijk wilde. In ieder geval, de verschillen tussen masker en kind zijn voor mij ontzettend belangrijk om te kijken wat in mijn eigen leven en in het leven van anderen misschien bepalend is. Thermodynamische systemen die geïsoleerd zijn, hebben een soort evenwicht. De aarde is thermodynamisch een vrij afgesloten systeem. Onze grootste externe bron is de zon. Maar hoe kunnen nu thermodynamisch stabiele systemen berichten doorgeven? Hoe kunnen ze communiceren? Dat kunnen ze alleen maar doen door binnen de beperkingen van de balans die er is, pieken en dalen te genereren. Als we ons voorstellen dat de aarde, Gaia, een entiteit is met bewustzijn, hoe kan die dan met ons, bewoners aan de oppervlakte, aan de schil van die aarde, communiceren? Dat kan eigenlijk alleen door pieken en dalen te genereren in wat verder een evenwicht is. Bijvoorbeeld door kortstondig de temperatuur heel hoog of heel laag te maken. Door pieken te creëren in het klimaat zou de aarde een boodschap kunnen doorgeven aan de wezens die er op zijn oppervlakte leven. Op haar oppervlakte leven. Dat is niet eenvoudig, want wij verstaan die berichten niet. Er kunnen ook andere berichten gegeven worden, zoals aardbevingen en allerlei rampen, natuurrampen.
Als we nu eens naar natuurrampen kijken als berichten van de aarde aan ons. Dat hoeven niet alleen waarschuwingen te zijn, want er gaan slechte dingen gebeuren, maar gewoon een soort communicatie. De aarde communiceert met ons via pieken en dalen, via signalen die zijn ingebouwd in wat verder een vrij evenwichtig systeem is. En misschien is dat er een verklaring voor dat hoewel we denken dat de aarde in opschudding is en dat er vreselijk veel fout gaat, dat toch blijkt dat bijvoorbeeld de gemiddelde temperatuur eigenlijk maar heel langzaam omhoog gaat en dan waarschijnlijk nog onder invloed van de zon. Dat is een externe bron buiten dat thermodynamische evenwicht van de aarde. Maar hele koude maanden, en het is hier heel koud op dit moment, of hele warme tijden, dat kunnen dus ook boodschappen zijn. Tijd. Wat is tijd? Is tijd een illusie? Bestaat tijd? Hoe ervaren we tijd? Ervaren we het als kloktijd of als echt beleefde tijd? Wat is tijd? Ik heb langzamerhand het idee dat tijd eigenlijk twee dimensies heeft. Eén tijd die gewoon als een klok loopt, de logische, rationele tijd, die steeds maar doorloopt. Maar er is ook een andere tijd, de beleefde tijd, de magische tijd. Of, laat ik het anders zeggen, de tijd van de vrije wil. Ik denk dat tijd twee dimensies heeft. Of dat er twee tijdsdimensies zijn. Eén die logisch lineair is en de ander die vrijheid geeft. Die heel snel kan gaan. Soms beleef je in een seconde heel veel. Vooral bij ongelukken en bepaalde situaties kun je heel veel zien, je leven voorbij zien schieten in een hele korte tijd. In andere omstandigheden duurt een minuut en merk je niet eens dat het gebeurt. Of zit je in de auto en dan denk je, oh, ik ben aangekomen. Ik heb 2 uur in de auto gezeten, maar waar was ik? Ik denk dus dat er twee dimensies zijn. Lineaire tijd en magische tijd. En dat in de ene de logica, de rationaliteit, de lineariteit, de causaliteit vooral geldt. En dat daar dus geen vrije wil is. Dat in de lineaire kloktijd vrije wil niet bestaat. Maar dat in die andere tijd, die magische tijd, de vrije wil wel bestaat. En als we in die staat zijn, dan kunnen we dus beslissingen nemen over ons leven en hebben we daarin vrije wil. Nu is de kwestie vrije wil, determinisme en vrije wil een heel oud filosofisch probleem. Maar als je tijd ziet als twee dimensies, dan is dat probleem niet uit de wereld, maar in ieder geval een beetje helderder geworden. Nature or nurture? U kent dat begrip wel. Zijn we wat we zijn geworden doordat we genetisch bepaald zijn, of komt dat door onze opvoeding? Nou, allebei speelt een beetje mee, dat weten we ondertussen wel. We hebben een genetische imprint die aangeeft hoe we er een beetje uitzien en hoe we opgroeien. Maar er is ook een opvoeding. Toch blijft dat een probleem. En ook allerlei onderzoeken met tweelingen hebben daar eigenlijk geen uitsluitsel over gegeven. Wat nou precies nature en wat nou precies nurture is. Ik denk dat denken in termen van masker en kind, dat wil zeggen kind als innerlijke ziel, als dat waarmee je ter wereld gekomen bent, je hogere zelf, en het masker, het ego, de buitenkant, dat wat we hebben opgebouwd als verdedigingsmiddel, en wat ik dan maar het masker noem, dat verschil daartussen eigenlijk heel makkelijk is om dat onderscheid tussen nature en nurture te zien. Want wat je meegekregen hebt in je innerlijk kind is dan nature, je DNA, je erfgoed. Maar dat wat je opgebouwd hebt en wat je voor de meeste mensen eigenlijk denken dat we zijn, dat ego, de persoonlijkheid,
dat masker. De buitenkant, dat is nurture. Er is ontwikkeling in beide vlakken. Want ook je innerlijk kind kan zich een beetje ontwikkelen. Maar meestal ontwikkelen we ons voornamelijk aan de buitenkant. Het masker ontwikkelt zich. Wordt eerst opgebouwd in je vroege jeugdjaren door allerlei ervaringen. Als verdediging tegen die soms heel bedreigende wereld. Dan ontwikkel je een persoonlijkheid. Na een tijdje denk je dat je die persoonlijkheid bent. Maar ook dan is er nog ontwikkeling in. Want een beetje schaven met behulp van ervaringen, maar ook met behulp van psychiaters, therapeuten. Je kunt een beetje schaven aan dat masker. Maar dat is dus nurture. De buitenkant. Dus denken over de tegenstelling nature en nurture. Daarbij helpt het om te denken in termen van masker en kind. Goud. Waarom is goud zo belangrijk? Nou, de fysicus zal u vertellen dat het een heel edel element is, dat er heel weinig stoffen zijn die goud kunnen oplossen, dat het niet corrodeert, niet oxideert, dat het eigenlijk een edel metaal is wat, als je het eenmaal hebt, je ook houdt. Dat als het ergens in de kluis ligt, dat het niet verroest. Maar is er niet een andere reden waarom goud belangrijk is? Ik denk van wel. Ik denk dat goud een heel belangrijke functie heeft om gedachtengolven te geleiden, af te schermen. In ieder geval een relatie heeft met gedachtengolven. Nou, dat is een heel ander gebruik van goud. Maar dan kijk ik even in de historie en dan zie ik dat goud heel vaak gebruikt is om kronen van te maken, om ringen van te maken. En om bijvoorbeeld in de heilige mis of bij rituelen gouden klederen te hebben. Goud had blijkbaar voor die oudere culturen ook nog een andere betekenis. Het was niet alleen zeldzaam en fysiek onaantastbaar, het had iets. Dat andere is, denk ik, dat het iets deed met gedachtegolven. En dat iemand die een kroon op heeft minder gevoelig is voor de gedachtegolven van anderen. Dat als een koning een kroon op heeft en niet iemand achter in de zaal zijn gedachten kan sturen. Nou, zult u zeggen, ja, maar wat zijn gedachtegolven? Bestaan die wel? Nou, volgens de wetenschap nog niet. We kunnen nog niet bewijzen dat gedachtegolven bestaan. Maar u en ik hebben allemaal ervaringen dat u iemand belt en dat die zegt, ik had u net willen bellen. We hebben allemaal ervaringen op dat gebied. Dus gedachtegolven zijn in zekere zin wel een realiteit in ons gevoelsleven. We kunnen ze niet meten, maar ik stel dat het gebruik van goud in de historie wel aangeeft dat goud en gedachtegolven een heel bijzondere relatie hebben. Beesten, vogels, bomen. Zijn dat bewuste wezens? En kunnen we met ze communiceren? In de Bijbel zijn er veel verhalen over praten met dieren. En de heilige Franciscus schijnt zelfs een hele preek gehouden te hebben tegen de vogels. Nou geloof ik niet dat vogels, een papegaai uitgezonderd, echt kan praten. Maar ik geloof wel dat er communicatie mogelijk is met dieren. En dat weten we allemaal, honden. Ze houden van je, jij houdt van de honden, is een connectie en communicatie. Die is er volgens mij ook met planten en bomen. Er zijn allerlei verhalen over mensen die tegen hun planten praten. Het Schotse vinthoorn is daar een mooi voorbeeld van. En dat de planten daardoor veel groter worden, veel beter groeien. Praten, communiceren met andere levende wezens. Kunnen we misschien ook communiceren met stenen, kristallen? Met alles wat is, met alles wat resoneert, of zoals de fysica zegt, alles wat een soort bewustzijn heeft. Want zonder bewustzijn is er geen zijn. Dat leert de moderne fysica.
Er moet op een of andere manier iets zijn waardoor de resonantie, want atomen en moleculen en op kernniveau moet er resonantie zijn, willen we iets kunnen zien. Dus kunnen we daar ook mee communiceren? Ik geloof het wel. Ik geloof dat we met bomen kunnen communiceren. Alleen, ik heb wel eens een hele tijd voor een boom gezeten en toen heb ik beseft dat praten met een boom niet een kwestie is van menselijke taal. Want die boom, ja, is heel frustrerend. Die zou misschien met die mens willen praten, maar die heeft daar niet de middelen voor, niet de zintuigen, niet de mond. Niet. Hij kan alleen een beetje bewegen. Hij kan zijn blaadjes een beetje bewegen. Hij kan een indruk overbrengen. En als je heel lang in een bos zit of bij een boom, dan gaat dat soms gebeuren. Dan heb je het gevoel dat die boom je iets te vertellen heeft. Dat is ook geen nieuws. We hebben in Nederland zelfs prinsessen die met bomen praten. Maar die ervaring heb ik toch wel een paar keer gehad. Dat ook bomen met je kunnen praten. En dan je bijvoorbeeld vertellen hoe ze zich voelen. Dat kun je natuurlijk ook zien als ze droog zijn, als ze water nodig hebben. Maar ik had bijvoorbeeld in mijn tuin bomen die zeiden van pas op, we komen nu niet water tekort, maar je sproeit te veel water voor andere planten. Daardoor komen wij tekort. Kortom, bomen kunnen je iets vertellen, maar je moet goed luisteren en vooral beseffen dat als ze iets willen vertellen, ze dat op een boomse manier moeten doen. En dat is heel langzaam, heel rustig en vooral gebruik maken van de variaties in de wind, het licht, waardoor je als het ware toegesproken wordt. Kunnen we de toekomst kennen? Als je kijkt in de heilige boeken van alle tradities, dan gaat het altijd over profeten, over tovenaars, over mensen die de toekomst konden zien, over mensen als Mozes, over de profeten. Mensen die verder konden kijken. Maar als je vandaag een wetenschapper vraagt, kunnen wij de toekomst zien? Dan krijg je een ontkennend antwoord. Want rationeel, logisch kan dat niet. In ieder geval niet in ons begrip van tijd. Dat tijd lineair is en in één kant uitgaat. Als je tijd echter ziet als iets wat twee kanten uit kan lopen, dan zou je ook kunnen zeggen dat wij niet alleen in het heden de toekomst beïnvloeden, maar dat de toekomst ook ons beïnvloedt. Dat levert een heel ander wereldbeeld op. Maar wel een wereldbeeld wat consistent is met al die oude verhalen van die profeten. Nu is natuurlijk de vraag of ook ik en u de toekomst kunnen kennen. Of dat die profeten een bijzonder talent hadden. Nou, ik denk dat dat laatste het geval is. Die profeten hadden een beter lijntje naar de toekomst. Die konden de informatie uit de toekomst beter plaatsen. Wij hebben dat allemaal. We denken wel eens, oh, er gaat iets gebeuren, maar we weten niet wat. We hebben als het ware de informatie over de toekomst vervormd en daar allerlei heel menselijke beelden overheen geplakt, angsten en verwachtingen en hoop. Maar we hebben dus weinig contact met dat wat op ons toekomst als informatie uit de toekomst. We denken heel vaak over de toekomst, mensen besteden een groot deel van hun tijd aan denken over wat er morgen overmorgen kan gebeuren, vaak met angstige gedachten, soms met hoopvolle gedachten. Maar accepteren dat wij de toekomst kunnen kennen en dat we dat op een of andere manier binnenkrijgen, is een heel grote stap. Toch geloof ik dat we de toekomst kunnen kennen.